Ja, Geert Gielen, directeur Landschapsbeheer Flevoland, maar ook penningmeester van het bestuur van Civilscape. Nou, het inspireert mij om goed na te denken over cultureel erfgoed. Misschien zelfs iets breder dan christelijk erfgoed. In Flevoland hebben we natuurlijk wel erfgoed, vinden wij. Maar het is natuurlijk wel een discussie van wanneer is het erfgoed. En het inspireert mij om daar nu al, voordat het 50, 60 of langer en ouder is, daar goed over na te denken. Zodat we de onderdelen van erfgoed, en dat kan groen zijn, maar dat kunnen ook gebouwen zijn, op dit moment goed op het netvlies te krijgen. Zodat je daar goede acties op kunt zetten en mogelijk beheren of ontwikkelen en of behouden. Nou, mijn boodschap aan de Europese burgers is om te leren van elkaar. Om te weten van wat is de historie van het dorp, van het gebouw, van het groen, van je omgeving. En blijf dat ontwikkelen. Dus deel niet alleen, maar doe ook echt enthousiast, met passie. Deel je historie, deel je verhalen, daar waar je opgegroeid bent, daar waar je leeft, daar waar je werkt. En daar waar je misschien ook de laatste periode van je leven doorbrengt. Probeer het verder vertellen door middel van een verhaal, door middel van een actie. En probeer dat dus samen te doen, misschien zelfs niet alleen met Europa, maar ook met allerlei andere regio's in de wereld. En dat zou de wereld een stukje beter maken. En begin dan dus bij jezelf. Wat ik in Flevoland zie, is dat er echt ook een aantal kerken, als voorbeeld misschien, een andere functie krijgen. Wees daar niet altijd bang voor. Vanuit de nieuwe functie, maar ook vanuit het eigenaarschap. Wat ik weet vanuit mijn bezoeken aan delen van Europa, dat er zelfs kerken zijn die vanuit een islamitische achtergrond getransformeerd zijn naar een meer katholieke, christelijke achtergrond in hetzelfde gebouw. En dat werkt perfect, sowieso voor de bezoekers, maar ook voor het verhaal. Blijkbaar waren we in het verleden ook aan het vechten tegenover elkaar, maar heeft ook een periode, heeft dat geresulteerd in verschillende uitingen in hetzelfde gebouw. Dus wees daar niet bang voor, ontwikkel dat en ga niet recht tegenover elkaar staan, maar ga naast elkaar staan om datgene wat dan in zo'n gemeenschap, in een omgeving moet gebeuren, laat dat ook toe. En geef daar wat handvatten voor, zodat het ook mogelijk is.